Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shoplog voor je. Ik ben namelijk weer even naar de Action geweest. Ik had namelijk wat spullen nodig, onder andere ook cadeautjes en ook wat andere dingen die op waren. En die ik graag bij de Action koop. Dus ik ben wel weer goed geslaagd. Ik heb best wel een tas vol. Ik ga even kijken of ik hem kan tillen. Hier zit alles in. Hij is best wel zwaar, dus... Ik zet hem gauw weer neer. En ik ga je gewoon laten zien wat ik dan weer gekocht heb bij de Action. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen die zet ik weer in beeld neer zoals je van mij gewend bent. En laten we dan gewoon gelijk beginnen met het allereerste item. En dat is deze massageroller. Als je mijn vlogs volgt, heb je misschien meegekregen dat ik de laatste tijd best wel snel last heb van de spieren in mijn rug en in mijn nek. Ik heb zelf een heel klein massagerolletje en die werkt op zich best wel goed. Alleen het probleem is, ik kom niet overal bij omdat ik te korte handen heb. En als ik echt op mijn rug moet zijn, voelt het nog niet echt relaxed aan omdat ik dan ook kracht moet zetten met mijn arm. Toen zag ik dus dat ze massagerollers hadden en die kun je dus ook zowel voor je rug gebruiken, voor je benen. En dat werkt eigenlijk heel erg handig, want je legt deze roller op de grond neer. En dan kun je eigenlijk met je pijnlijke lichaamsdeel kun je er dus overheen gaan bewegen. Dus eigenlijk wordt je lichaam dus gemasseerd door de roller, maar je beweegt hem wel zelf. Je had hem in verschillende kleuren. Ik heb een blauwe gekozen, ze hadden ook een groene en een grijze. Deze rol is 14,5 bij 33 centimeter en is geschikt voor maximaal 100 kilo. Gram staat er. Dus ja, hier zie je bijvoorbeeld een aantal plaatjes. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is door het plastic, maar hier gebruiken ze hem bijvoorbeeld voor billen en hier ook voor buik. Dus ja, dat leek mij wel heel erg fijn om te gaan proberen in de hoop dat als ik weer pijn heb, dat het dan gewoon wat beter verdwijnt. Dus ja, deze ga ik lekker proberen als ik weer pijn heb. Ik ben heel benieuwd of dat dus werkt. Dan de cadeautjes die ik heb gekocht. En ik heb hier allereerst een sleutelkastje of een keykabinet zoals ze het noemen. Hier kun je dus sleutels in opbergen en ik had eigenlijk nog geen cadeautje gegeven voor het nieuwe huis van mijn vader en ik wist elke keer niet wat ik wilde geven. Ik had dit sleutelkastje al wel in mijn hoofd en ik had hem toen al een keertje besteld bij Click & Collect, maar toen zat hij er helaas niet bij, dus nu zag ik hem hangen en ik dacht nou, of staan, hij stond, hij hing niet. Ik neem hem nu wel gewoon mee, kijk, mochten ze zoiets al hebben, mogen ze het altijd ruilen, maar die heb ik in ieder geval gehaald. Ik dacht, het is wel... leuk. Dan heb ik voor Vaderdag een hemdje gekocht. Ik vind het altijd heel erg moeilijk wat ik voor Vaderdag en zo moet geven. Ik kom eigenlijk altijd heel afgezaagd aan met iets voor onder de douche. Maar ik heb nu een singlet gekocht en dat is deze. Ik weet niet of het helemaal de smaak van mijn vader is. Maar goed, ook voor deze geldt als het niet goed is. Het kan natuurlijk altijd geruild worden. Maar ik vond dit wel de leukste die er was. En met dit weer is het best wel lekker om een hemdje te dragen. Dus ik hoop ook dat de maat goed is. Maar goed, die heb ik dus gekocht. En die ziet er dan verder zo uit. Dan heb ik een kaart gekocht. En ik moet zeggen, het is bij de Action vaak best wel verschillend met kaarten. Want niet voor alle leeftijden vind ik het altijd even geschikt. Dus je moet echt kijken van kan het voor de leeftijd. Maar ik kwam deze kaart tegen. En het is een 3D kaart met allemaal dieren en ik vond vooral de giraf heel erg pakkend. Want Nathalie is dol op giraffen, dus ik denk dat ze dit wel leuk vindt. Ik weet ook dat Nathalie iemand is die haar leukste kaarten altijd wel bewaart. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Er zit gelukkig ook een envelop bij. Dus die is dan voor Nathalie een verjaardagskaart. Staat verder geen happy birthday of zo op. Oh ja, hij kan ook gewoon open, dan is dit de envelop. Maar goed, dat zet ik er zelf wel in. Het voelt zo lekker dat... Kijk, daar kun je zo lekker over met je nagels. Ik vind hem heel erg leuk. Dan heb ik voor Nathalie ook een verfsetje gekocht. Dit, of plakkaatverf is dit. Met een penseeltje. Hier zitten 10 verftubetjes in. Van 10 milliliter en een heel klein penseeltje. Die had ze op haar lijstje staan. Ik dacht, nou, die kan ik wel mooi geven.
Dus ja, zij vindt dat heel erg leuk. Dus die heb ik voor haar gehaald. En ja, extra fijne posterverf staat erop. Dus, oh, plakkaat. Posterpaint is dus Engels voor plakkaatverf. Niet slim. Maar goed, die dus. En ik heb ook voor haar bij de Action deze plantenhanger gekocht. Die stond ook op haar lijstje. En die kun je dus gewoon ophangen. Er zitten twee schroefjes bij. En dat ziet er dan zo uit als je hem opgehangen hebt. Super leuk. Ik vind het echt wel super leuk. Ik vind het wel jammer dat ik dan wat dat betreft geen schutting heb. Want ik vind zoiets eigenlijk ook best wel leuk om, als je een schutting hebt, inderdaad op te hangen. Maar ik heb het niet. Dus deze wilde ze ook graag hebben. Dus die heb ik ook voor haar gehaald. Dan heb ik ook nog even een cadeau meegenomen. Die mijn moeder nog aan Nathalie wilde geven. Ze had eigenlijk nog een cadeau nodig, maar ze kan momenteel zelf niet naar de winkel. Toen had ik gezegd, nou, ik kan wel even kijken. Ze had doorgegeven wat ze wilde geven. En dat is deze kikker. Dit is een tuinbeeld. Je had verschillende, alleen bij de Action waar ik was, waren de meeste er al uit. Ik schrok ook echt werkelijk dat hij nog zo groot was toen ik hem zag. Maar goed, die gaat mijn moeder dus geven. Dus die zal ik ook maar eventjes, denk ik, voor haar inpakken. Dat is wel zo handig. Maar hij is best wel zwaar, maar die is dus ook voor Nathalie. Die gaat mijn moeder dan geven, leuk voor in de tuin. Dus ja, die ook nog eventjes. Nou, ik ga ook maar gewoon een beetje random in de tas gedraaien, want alles ligt een beetje door elkaar heen. Dan heb ik hier een make-up organizer. En ik vind dit soort bakjes gewoon altijd heel erg handig, want ik kom eigenlijk altijd wel bakjes tekort in mijn lades. En ik vond deze wel heel erg leuk eruit zien. Je kunt hem ook in de badkamer zetten. Romance Bathroom Solution staat erop. Deze make-up organizer is 1,60 bij 1,20 bij 85 mm. Je had hem ook in het groen, maar ik ben uiteraard voor roze gegaan. Want ja, ik hou heel erg van roze. Ik heb het idee dat je deze bak eraf kunt halen. Maar dat ga ik wel zien als ik hem ga gebruiken. Dus die vond ik wel heel erg handig. Dan heb ik hier ook weer even een pillowcase. Ik had die laatst al een keer gekocht. En dat was er toen eentje. Dat had ik toen niet gezien. En dit is er dus nu ook eentje. Want dan heb ik er ook eentje voor mijn andere kussen. En ik vind het wel heel erg handig. Want deze hebben dus een ritsje. En ze zijn dus ook waterproof. Deze is 60 bij 70 centimeter. En het materiaal is 100% katoen flanel. En ja, ik vond die andere eigenlijk wel heel erg fijn. Dus ik dacht, nou, als ik hier bij de Action kom, neem ik er nog zo eentje mee. Vooral omdat die ook dicht gaat met een ritsje. Dat vond ik zelf wel een heel fijne bijkomstigheid. Dan heb ik ook weer even een basic item. En dat zijn van die documentfolders die ik heb gekocht. Ik zie alleen nu dat ik de verkeerde heb gekocht. Dat is niet zo heel erg slim. Want dit zijn dus van die, hier kun je gewoon blaadjes in doen om ze netjes te houden. Nou, op zich is dat ook niet heel verkeerd, maar ik had eigenlijk degene willen hebben met gaatjes. Dus dat heb ik gewoon niet helemaal goed opgelet. Dus ik heb nu eigenlijk 30 van die documentfolders, terwijl ik eigenlijk diegene met gaatjes wilde hebben. Dus dat is niet zo heel erg slim, maar goed, deze komen op zich ook wel van pas. En nou, als ik weer naar de Action ga, dan haal ik wel weer diegene met gaatjes. Maar die had ik dus willen hebben. Dus ik voel me nu wel weer een beetje dom. Maar nou ja, deze komen ook wel weer van pas. Dus wat dat betreft. Dan heb ik scheermesjes gehaald. En normaal kocht ik eigenlijk altijd de hele goedkope scheermesjes bij de Action. Die van het eigen merk. Maar ik merk eigenlijk dat die niet zo heel veel meer voor mij doen. Dus ik heb nu een keer mesjes gekocht van Gillette. Het zijn wel maar 6 mesjes. Het zijn er 4 plus 2. Op zich vallen ze qua prijs nog wel mee. Want volgens mij betaal je zo'n 3 euro voor zo'n zakje. Maar de prijs heb je in beeld zien staan. Die van het eigen merk die zijn maar 1 euro geloof ik. En dan heb je wel veel meer mesjes. Alleen ja, ik vind ze gewoon... Ik merk gewoon na het scheren dat het gewoon niet heel erg glad is. En dat vind ik niet zo heel fijn. Dus ik dacht, nou, kan ik deze wel een keer proberen? Misschien dat deze wel beter zijn. Hier zit ook een touch of aloe vera in. En volgens mij is Gillette Venus op zich wel een goed merk. Dus die ga ik maar gewoon eens proberen. En als ze bevallen heb ik er een nieuwe, ja, nieuwe soort bij. Ik zal eerst de oude nog wel even opmaken die ik nog heb liggen. Maar ik hoop echt dat deze veel beter gaan zijn.
dan heb ik ook weer even de eeltsokken meegenomen. Daar ben ik heel erg fan van. Ik heb het nu net eigenlijk wel weer gedaan. Het eelt verwijderen op mijn voeten. Maar ik vind het gewoon fijn om weer eentje op voorraad te hebben. Want ik denk zelf dat ik dit 2 à 3 keer per jaar moet doen om echt zachte voeten te behouden. En dit werkt voor mij zoveel beter dan met zo'n raspje eroverheen te gaan. Want ik vind het gewoon lastig dat je zelf heel veel kracht moet zetten. En deze werken voor mij heel goed. Dus die neem ik eigenlijk standaard mee als ze er zijn. Dan heb ik ook hier nog een aantal van de card making kits gekocht. En ik had van mijn moeder heb ik al eentje gekregen. Een hele leuke met zomeritems. En ze hadden nog heel veel. Hier heb je er een met reisdingetjes. Hier heb je een vliegtuig, de Eiffeltoren, de Big Ben, het vrijheidsbeeld en een rugzak. Dus hele leuke stempels en er zit dan ook zo'n cutting die bij. Dat is deze. Dus die heb ik allereerst meegenomen. Dan heb ik er ook eentje met spiritualiteit. En hier zit bijvoorbeeld ook een dromenvangertje in. En ja, nog wat andere hangertjes. Live in harmony. En nou ja, ook allerlei dingetjes. En hier zit dan ook weer een cutting die bij. Dan heb ik er eentje met hele mooie bloemen. En dit is voor flower lovers. Die is ook wel heel erg mooi, vind ik zelf. Dus die vind ik ook wel echt ja, heel leuk. En ik heb er nog eentje voor journal lovers. En hier zitten bijvoorbeeld ook stempels in met de dagen. To do, een sleep tracker, een expensive tracker, mijn mood. En hier heb je ook eigenlijk een stempel met een kalender. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus daar heb ik er ook weer een paar van bij. Ik moet alleen nog even een keer een goede manier verzinnen hoe ik de clearstamps kan opruimen. Dus mocht jij zelf iemand zijn die daar veel gebruik van maakt en nog goede tips hebt hoe je die stempels op een goede manier kan opbergen. Zou ik het heel graag willen horen. Want ik, ja, ik ben daar nog steeds op zoek naar. Dan heb ik ook weer eventjes lijmsticks gekocht. Die gaan ook best wel hard. En ja, de verpakking is wel veranderd, had ik het idee. Hier zitten dus 3 van die lijmsticks in en die passen dus in het lijmpistool van de Action. Ik vind dat lijmpistool echt super handig, want ja, ik gebruik hem voor best wel veel dingen. Ik moet zeggen dat ik het echt ideaal vind. Ik heb hem bijvoorbeeld ook gebruikt om mijn hele krabpaal opnieuw te bekleden. En dan merk je wel dat de sticks er vrij snel doorheen gaan. Dus weer even een nieuw setje met lijmsticks. Dan heb ik ook weer eventjes de wasmiddelpot van Robijn. En dit is de Color Wash. Die van mij die was helemaal op. Dus ik dacht ik neem gelijk weer even 2 flessen mee. Dit is de Pink Sensation. En hier zitten 15 wasbeurten in. En ja, die zijn gewoon lekker goedkoop bij de Action. Dus eigenlijk als ik daar kom en ik heb het nodig, neem ik ze daar mee. Ik heb ook eigenlijk altijd Robijn. Ik heb hier dus wel een balletje op zitten en op die andere niet. Geef niet, ik gebruik de balletjes eigenlijk nooit echt. Ik doe het altijd gewoon in de machine, maar die heb ik dan in ieder geval ook weer op voorraad. Dan heb ik ook weer even afwasmiddel meegenomen. En dit is van die eigen A Good Clean Naturally line van de Action. Ik heb deze al eerder gehad en die vond ik echt super lekker. En mijn afwasmiddel gaat er best wel hard doorheen. Nu was ik bij de Action. Ik dacht, nou, die wil ik eigenlijk wel weer hebben, want die vond ik heel fijn. Ik dacht, ik neem gelijk 2 flacons mee. En hier zit orange en jasmijn in. En die ruikt echt heel erg lekker. En ja, vind ik in ieder geval heel erg fijn. Dus nu kunnen we weer lekker verder met afwassen. Ook wel heel handig als je geen afwasmachine hebt natuurlijk. Dan heb ik ook nog een stempel gekocht. En dat is dit vogeltje. Die vond ik ook heel erg schattig en die had ik nog niet. En ja, ik ben heel erg dol op die stempels van de Action. Dus die heb ik ook nog even meegenomen. Dan heb ik nog 2 setjes met washi tape. En ik heb hier allereerst eentje die heeft wat prints die een beetje, ja, ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, wat dieren bevat. Ik heb bijvoorbeeld hier eentje met panterstrop.
Dan heb ik hier een hele mooie, dat zijn giraffen, die zijn zwart-wit. Een zebraprintje. Een auto zit erin. Een hele mooie olifant, maar die valt net een beetje weg achter de tekst. Een safari washi printje en nog twee glitter washi printjes van washi tape. God, wat een moeilijk woord. En dan heb ik deze. Dit is No Drama Lama. Hier staan lamaatjes op. En dan heb ik hier eentje met een oogje. Not Joy staat hier. Een hele leuke met stipjes. Hier nog eentje met allemaal cijfers erop. Ja, hier staan gewoon wat printjes op en ook weer twee glittertjes. Dus volgens mij zijn die glittertjes redelijk hetzelfde. Oh nee, kijk. Nee, het valt wel mee. Maar die vond ik wel heel erg leuk, dus die heb ik ook nog eventjes meegenomen. Dan heb ik hier een setje met whiteboard markers. En ik vind het nog wel handig om dingen op te schrijven op mijn whiteboard. Alleen, heel veel van die markers die gaan heel snel, zijn ze leeg. Dus ik dacht, nou ik neem maar weer eventjes een setje met nieuwe mee. En hier heb je gewoon een zwarte, een blauwe, een groene en een rode. Het is heel basic, maar ik dacht, nou is op zich wel weer handig om eventjes te hebben. Het is gewoon wel handig om dat op te kunnen schrijven, dat soort dingen. Nou, wat ook weer is meegekomen, dat zijn de twee flesjes. Ik ben hier zo'n fan van en ik gebruik ze echt. Ik heb er nu dan één in zitten die zo lekker is. Dat is de Spicy Ginger. Ik dacht, nou, ik neem nog even een setje mee, want nu zijn ze er nog. En ja, deze ruikt dan naar Fresh Sliced Lime met Lemon en Sweet Ginger. Hij is echt heel erg lekker. En dan ook weer de Glazed Apple. Dit is apple candy met cinnamon en frozen raspberry. Gewoon echt heel lekker. En ik merk gewoon echt dat het heel lekker ruikt in huis als je dit gewoon aan laat staan. Dus dat is echt fantastisch. Dan heb ik ook nog deze Color Protection Keratin Hair Mask. En ja, dat is een van de maskers die ik eigenlijk altijd gebruik. En ik ben met mijn pot heb ik alweer aangebroken. Dus ik dacht, neem maar even een nieuwe mee. Dan heb ik weer even een backup staan. En deze die werkt voor mijn haar wel heel erg goed. Ik heb nog wel veel gekleurd haar meegenomen. Ik verf intussen mijn haar dan niet meer. Maar omdat er nu nog wel kleur in zit. Dus misschien dat dat met de tijd niet meer nodig is. Maar ja, voor nu dacht ik neem nog even de Color Protection mee. Dan heb ik een Essential Beauty Kitje. En hier zitten wat dingetjes in. En het staat op de achterkant. Je moet eerst je iPad ontgrendelen. Hier zit een mini nagelveldje in. Haarelastiekjes. Een mini spiegeltje. Een mini kammetje. Haarpinnetjes. Een wattenschijfje. En ook wattenstaafjes. Een veiligheidsspeldje, een haarklipje, achterkantjes voor je oorbelletjes en een mini sponsje. En dat allemaal in dit hele kleine setje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, maar die zul je in de vlog nog wel een keer voorbij zien komen hoe dat er dan uitziet. Maar ik vond dit wel heel erg leuk en gewoon heel handig om in je tas te steken. Misschien ook wel handig mocht je nog op vakantie gaan, zo'n heel klein setje. Je hebt eigenlijk van alles bij de hand wat best wel handig kan zijn, dus die heb ik ook even meegenomen. Dan heb ik ook deodorantdoekjes meegenomen. Hier zitten 25 stuks in en... voor mij is dat best wel handig, vooral met die warme temperaturen. Ik merk gewoon dat ik heel snel zweet en ik kan me daar heel erg aan ergeren als ik bijvoorbeeld buiten de deur moet zijn en ik begin mezelf te ruiken. Ik kan mezelf heel goed wassen, deodorant opdoen, maar met 28 graden zweet ik daar gewoon doorheen. Dus ik dacht, nou, ik neem deze mee, dan kan je onderweg even een keer verfrissen, mocht het nodig zijn. Ik vind het vooral heel vervelend als ik op visite moet ergens en ik ga drinken. Gaat hier eentje helemaal gek worden op de tas. Dus die heb ik even meegenomen. En ik kwam ook travel wipes tegen. En deze zijn dus weer ideaal voor in je tas. Je hebt hier 10 deodorantdoekjes, 10 refreshing doekjes en 10 make-up doekjes.
Nou ja, ik ga niet op vakantie, maar dit zijn wel gewoon van die handige dingetjes om mee te nemen in je tas. Kijk, dit formaatje is dan ook weer heel handig voor in je tas. En ja, dit zijn gewoon van die handige dingetjes om in huis te hebben. Je weet nooit wanneer het eens een keertje van pas komt. Dus die vond ik wel heel erg handig toen ik die zag. Dan heb ik hier een aantal oogschaduwpaletten. En ik ga ze eventjes pakken. Ik heb er in totaal 4. En ik heb allereerst weer 2 paletjes van Fab Factory. Dit zijn 9 Color Complete Eyeshadow Palettes. En ik heb deze alles geprobeerd in de neon kleuren. En die vond ik zo fijn. Dus ik was heel erg verrast dat ze nu nieuwe kleurtjes hadden. Dit is Mint Crush. Hier op de achterkant zie je ook wat voor kleurtjes erin zitten. Maar hier zitten dus zulke kleurtjes in. Even een tipje, is heel erg handig. Mocht je van plan zijn om zo'n paletje te kopen, je kunt hem dus in de winkel gewoon zo even openmaken. Want dan kun je dus zien of dat hij heel is. Maar er zitten dus dit soort kleurtjes in, een beetje zachte mintkleurtjes. Die vond ik er wel heel leuk uitzien. Het zijn ook best wel compacte paletjes zoals je kan zien. Hier gaat ineens van alles vallen. En ze hadden hem ook in Pink Crush en die heb ik ook meegenomen. Er zitten dus dit soort kleurtjes in. Ik ga hem uiteraard even openmaken. Die hebben dus deze kleurtjes. Dat is ook wel heel erg leuk. Het is niet heel goed te zien, maar dan heb je een beetje idee wat hierin zit. En ik vind ook het voorkantje heel erg leuk te uitzien. Ik moet zeggen, die andere waren zo goed dat ik deze gewoon heel graag wilde proberen. Dus dat zijn die. Hier gaat alles een beetje vallen inmiddels. Dan heb ik ook van Max & More het Sunrise Eyeshadow Palette. Dat is deze. En hier zitten dit soort kleurtjes in. Heel mooi om te zien. Ook een heel mooi palet. Ik vind die paletten van Max & More zo fantastisch. Kijk, en er zitten deze kleurtjes in. Ook heel leuk. Die binnenkant ziet er al heel erg leuk uit. En onder, aan de onderkant staan de namen, zeg maar, van de kleuren. Dus die zien er natuurlijk super leuk uit. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Die andere van Max & More, dat bloempalet, vind ik ook zo fantastisch. Dus deze vond ik ook heel erg mooi eruit zien. Dus ben ik heel benieuwd naar. En ik heb het Let's Rock Those Gems 12 Color Baked Eyeshadow Palette. En dat is deze. En ja, hier zitten dus van die gebakken oogschaduwkleurtjes in. Ik heb hier al meerdere paletten van geprobeerd. En er zitten dus dit soort kleurtjes in. Ook hier staan de namen bij. En ik heb er bijvoorbeeld eentje die is helemaal geïnspireerd op het sterrenstelsel. Maar ik heb er bijvoorbeeld ook eentje die is heel erg op het wildlife geïnspireerd. Dus deze vond ik ook wel heel erg mooi eruit zien. Ik vind het ook leuk dat die kleuren zo helemaal doorlopen aan de binnenkant. Dus die. Je had trouwens van het Sunrise paletten nog een paletten, maar die heb ik niet gezien. Dus als ik weer bij de Action kom, wil ik zeker kijken of ze die ook nog hebben. Want die heb ik nog niet gespot bij de Action waar ik was. Dan heb ik nog 2 nagellakjes meegenomen. Dit zijn een beetje zomerkleurtjes. Dit zijn deze, die waren ook nieuw van Max & More. Ik heb hier allereerst een roze kleurtje die de naam 457 Pink Swear heeft gekregen. Ja, ik vind het wel van die leuke zomerkleurtjes. Of ook wel lentekleurtjes. Dus ik ben wel benieuwd of de nagellak misschien nu ook wat verbeterd is. Omdat heel veel make-up van de Action zoveel verbeterd is, was ik wel benieuwd of deze misschien ook wat verbeterd zouden zijn. En ik heb hem ook in het oranje. En dat is dan de kleur 412 Hello Honey. Dus dat is een beetje een oranje-achtige kleurtje. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus ook wel benieuwd naar. En dan zijn we er bijna doorheen hoor. Ik pak even de laatste spullen eruit. Want die hebben allemaal met de lippen te maken. Alleen er is hier wat uitgevlogen. Ik heb hier allereerst nog de Only One lipstick meegenomen van Rimmel zijn deze. Dit is de kleur 710. Easy Does It. Het is een beetje een bruinachtige kleur. Dus ja, ik vond het wel leuk. Dus ik ben wel benieuwd. Ik vind die lipsticks heel fijn. En dit kleurtje had ik nog niet. Dus die heb ik dan ook even meegenomen. Nou, dan heb ik ook. Alleen deze is al losgegaan van de verpakking. Dat gebeurde toen ik aan het inpakken was. Dus die moet ik even vastmaken. Vooral ook voor de
foto's natuurlijk, heb ik 3 lip oils treatments meegenomen. Allereerst heb ik deze, die zit dan los. En dit is de Rose Hip Lip Oil. En hier zit een antioxidant in. Er zit 15 ml in. Dus dat is deze. Ik ben de laatste tijd wel fan van lipolies. En ik heb het idee dat deze misschien ook nog wel kleur gaan afgeven. Dan heb ik ook de Argan Lip Oil. En dat is een groene. Nou, die zal op zich niet per se kleur hoeven afgeven. Om naar groene lippen te hebben, denk ik van, nee. Maar die hadden ze ook. En ze hadden ook de Almond Lip Oil. En dat is deze. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of ze kleur gaan afgeven. Maar dat gaan we wel zien met de reviews. Als ik die ga schrijven. Dus ja, heel erg benieuwd naar deze lip oil producten. En het laatste wat ik dan heb, dat is dit Max & More Nude Lipstick Collection setje. En hij zit alleen al in een fantastisch doosje. En als je die openmaakt, zitten hier dus gewoon... Oh, wacht, hij is los. Kijk, hij is losgegaan. Dus ik moet hem eigenlijk zo laten zien. Kijk, hier zitten dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 nude lipkleurtjes in. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Er staan ook namen bij. Je hebt de kleur Muse, Love Story, Dreamer, Cliché, Soulmate en Never Nude. Dat zijn dus de kleurtjes die erin zitten. En er staat eigenlijk op dat deze set perfect is voor iedereen die houdt van nude lipkleuren. De set is gevuld met 6 mooie nude kleuren en match je eigenlijk bij elke huidskleur. De lipstick zou heel makkelijk over je lippen glijden en... ja, eigenlijk een hele mooie matte finish geven. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus die ga ik ook zeker even proberen. Nou, dan waren dit alle producten weer die ik bij de Action heb gekocht. Ik ben best wel goed geslaagd, moet ik zeggen. Beetje dom van deze. Maar goed, dan moeten we maar niet te lang bij stilstaan. De eerste volgende keer dat ik daar weer kom, neem ik gewoon eventjes wel de juiste mapjes mee. Ik ben wel benieuwd wat jij misschien het leukste item vond wat ik heb gekocht. Of misschien... vond je eigenlijk helemaal niks leuk. Dat kan natuurlijk ook. We hebben allemaal een andere smaak. En wat de een leuk vindt, hoeft de ander zeker niet leuk te vinden. Maar ik zou het wel leuk vinden als je het zou willen delen in de comments. Mocht je nou van een van de make-up producten bijvoorbeeld een videootje willen zien. Mag je dat altijd even laten weten bij de comments. Want dan kan ik er altijd nog een losse video over maken. Mocht je ergens benieuwd naar zijn. Maar dat hoor ik dan wel graag als je daar... behoefte aan hebt. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button en als je daarop klikt kun je ook gratis abonneren. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt dan krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. En dan hoef je eigenlijk nooit meer wat te missen, mocht je dat willen. Voor nu wil ik je dan in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog zou willen doen. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!